En dan ga ik jullie allemaal officieel welkom heten bij de eerste masterclass voor bartenders, part 1. En ook de eerste van een hele reeks sessies die Sinoco organiseert om hun lekkere producten te laten proeven aan een hele hoop mensen. En ik ben natuurlijk super vereerd dat ik er een aantal van mag hosten. Gelukkig moeten jullie niet heel de avond naar mij luisteren, maar zijn er ook twee gasten. Die ga ik zelfs aan jullie voorstellen. Je ziet ze al normaal gezien. Dus die zijn eerste van een reeks van 24 sessies in totaal. Er zijn nog een aantal bartender sessies, er zijn nog een aantal sessies rond rum, whisky. Een beetje van alles eigenlijk. Zeker even checken op de Facebookpagina van Sinoco. Als je nog interesse zou hebben in een aantal van die sessies. Er zijn er al een paar uitverkocht, dus niet te snel, niet te lang wachten als je nog wilt meedoen. Gewoon inschrijven. Altijd heel simpel. Via de link in het Facebook-event kan je altijd inschrijven. Misschien een paar praktische dingen voordat we er echt aan beginnen. Het is een beetje de bedoeling dat er wel wat interactie komt van jullie. Dus jullie mogen vragen stellen, jullie mogen suggesties geven, ideeën geven. Dat zou interessant zijn voor ons ook. Het handigste is dat je dat gewoon in de chatfunctie doet. Hè, dat je dat even typt. De twee heren die de focus van de avond zijn, die gaan vooral hun uitleg doen. Ik ga een chat in de oog houden, alle vragen die daar komen. Ga ik doorgeven en suggesties enzovoort, zodat we een beetje een toffe avond kunnen maken. Ik ga ook de timing in doog houden. We gaan proberen niet te laat te maken. Dus af en toe ga ik misschien de uitleg wat moeten kort wieken om voor te gaan naar het volgende drankje. Want ik vrees dat als je ons drie laat doen, dat we hier binnen een uur of zes nog zitten. Dus ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Voilà. Als het gaat over de prijzen enzovoort, ik ga de prijzen van de flessen op het eind van de reeks een beetje meegeven. Of de richtprijzen, want dat gaat natuurlijk overal een beetje verschillen. En als je vragen hebt over waar vind ik die dingen nu, die wil ik graag wel in huis halen, dan verwijzen wij u graag door naar uw lokale betere drankenhandel of drankenzaak die dingen in huis heeft, om ze daar te gaan halen. Als je ze echt niet vindt, kun je altijd een mailtje sturen naar de mensen van Sinoco. Via het info@sinoco.com en dan kunnen zij je altijd wel in de juiste richting wijzen van waar die dingen te krijgen zijn. En dan kan ik die twee mensen die waar ik al heel een tijd naar zit te kijken, even voorstellen aan jullie. Ten eerste is Bram Raas, ook wel gekend als And Then I Had a Little Drink op Instagram. Een cocktailenthousiast die nog maar een paar jaar bezig is met cocktails. Een paar jaar geleden zijn een eerste boek gekocht heeft daarover. En nu, dat is ontspoord, hè, als ik het goed begrepen heb, Bram. Dat is volledig ontspoord naar van een bezigheid, naar een hobby, naar een passie. Dat ziet je ook aan je Instagram-account, waar je zelf cocktails maakt en de foto's laat maken door je wederhelft, als ik het goed voor heb. Prachtige foto's, prachtige cocktails, dus zeker eentje om mee te volgen. Bram, heb je er een beetje zin in? Ik ga nu even unmuten. Hè. Voilà, dat zou moeten lukken normaal gezien. Ja, het zou wel zijn dat ik zin heb. Oké. Okay. Heb je heel veel voorbereid? Ik heb me wel voorbereid, maar om nu te zeggen dat ik mijn toets van buiten geleerd heb, dat doe ik toch ook niet. Nee, ça va. Dat is keigoed. Kijk er naar uit. En dan Matthias. Ik ga nu ook al unmuten. Voilà. Is het gelukt? Voilà. Matthias Soberon. Een leraar. Muziekleraar. Yes. Een schrijver van jeugdboeken. Een vader. De schrijver of de maker van een van de meest gevolgde cocktailblogs van België, Served by Soberon. En jullie ongetwijfeld allemaal. En als je hem niet kent, moet hem gaan volgen. Hey. Zwaar is, Matthias. Ja. En trouwens, And Then I Had a Little Drink ook. Het moet allemaal gevolgd worden. Met recepten en allerlei info over cocktails. Je zet ook judge op competities, je maakt video's, je schrijft voor magazines. Wanneer slaapte je eigenlijk? Ja, goeie vraag. Dat ik een kindje heb, veel vaker eigenlijk. Maar, veel vaker? Ja, probeer toch. Als ik niet goed wakker ben, met een kleine verdragen en zo. Nee, dat is niet waar. Dat is echt een schatje. Ja. Nee, ik sta eigenlijk, dat is een beetje stoem, maar ik zet mijn wekker elke dag om 4:40. Om eigenlijk dan nog wat tijd te hebben om te werken voor mijn blog. Dus ik
dat doe ik al 5, 6 jaar met de wekker zo vroeg zetten. Eigenlijk om altijd, voordat ik moet gaan werken, nog een beetje lekker bezig te zijn met cocktails. Nog niet drinken, maar het schrijven op zoek werk te doen. Dat is dedication, zo noemen ze dat dan. Ja. Alright. Heren, ik weet dat jullie uiteraard voorbereid zijn en dat we de 7 dranken die jullie allemaal gekregen hebben thuis, ook in kleine buisjes, gaan we proeven. Bram, wat gaan we juist doen? Hoe zit de avond in elkaar? Kun je dat even kort toelichten? Ja, de bedoeling is dat we een beetje ideetjes gaan meegeven. Een dag in hand te maken. En Bram, uw geluid valt hier en daar wat weg, dus misschien moeten we toch even die koptelefoon checken of wat dichter bij de laptop. Dus voor degenen die het niet zouden gehoord hebben. Ja, de bedoeling is, het zijn allemaal dranken die een hele toffe basis kunnen zijn voor een reeks cocktails. En de heren hier, Bram en Matthias, gaan jullie daar een paar suggesties, ideeën, bronnen voor aanreiken. En de bedoeling, dat is een beetje de bedoeling, dat jullie ze thuis kunnen proeven en daardoor geïnspireerd worden. En zoals ik daarnet al zei, als je zelf bij het proeven zelf suggesties, ideeën krijgt, van zou het daar niet mee kunnen combineren of in die richting kunnen gaan, gooi het in een chat en dan proberen we er een toffe avond van te maken. Dan stel ik voor dat we direct beginnen met een eerste drank. Ik ga telkens de drank zelf heel kort in een PowerPoint op het scherm zetten, zodat je mee bent wat we gaan beginnen proeven. Ik ga die kort heel even inleiden met een kort verhaaltje. En dan geef ik het woord aan een van de heren. Dus we beginnen met een Drebbel, de London Dry Gin. Nederlandse gin. Nederlandse gin, gemaakt van bijzonder zuiver water. Ze gebruiken water uit een bron van 100 meter diep. Dus wat met recht en reden het zuiverste water van Nederland zou kunnen genoemd worden. Redelijk... basis set van botanicals die ze gebruiken. Geneverbes, vanille, engelwortel, zoethout, iriswortel. En dan citroenzest en gember. Gember is wel iets dat er sterk in doorkomt in de smaak, wat hem ook een beetje eigenheid geeft. Maar een hele goede gemaakte klassieke London Dry Gin. Die naam, dat is eigenlijk, vond ik ook wel tof, Drebbel. Dat is een Nederlandse uitvinder. Dat is eigenlijk de Nederlandse Leonardo da Vinci. Dus in het kort, begin 17e eeuw, 1620, werkte hij aan het hof van de Engelse koning James. En heeft hij eigenlijk als eerste een duikboot uitgevonden. Die zie je ook op het label staan. Een eerste echt een bestuurbare duikboot. En die heeft hem zelfs uitgetest met koning James aan boord in de Theems. En zo is koning James de eerste monarch ter wereld ooit in de geschiedenis geweest die onder water gereisd heeft. Dus een hele straffe mens, die Cornelis Drebbel heette hij. En de link met alcohol, samen met zijn broer heeft hij blijkbaar ook een tijdje in Haarlem alcohol gestookt. Vooral medicinale alcohol, maar daar zullen dus ook in die periode werd er uiteraard medicinale alcohol. Hè. Maar er werd er ook al jeneverbes en zo in verwerkt. Dus dat zal al een soort voorloper van de gin geweest zijn. En om die mens een beetje te eren, is die gin naar hem genoemd. Dat is heel in het kort een introken, maar vooral belangrijker is dat even samen proeven en eens luisteren naar Matthias, wat zijn suggesties daarvoor zijn. Ja, yeah. Alright. Nee, ik zou zeggen, ofwel giet hem in uw glas, ofwel zit hij al in uw glas en ruikt het daar een keer aan. Het is zoals Jeroen gezegd heeft, hè. Het is geen ultra complexe gin met 25, 30, 35 botanicals in. Er zijn bepaalde zaken die je onmiddellijk herkent. Geneverbes en citrus komen initieel heel schoon binnen. Dan die koriander, dat korianderzaad en zo. Maar het leuke is vooral inderdaad, denk ik, of hetgeen wat aan mij het meest speels was, was het gebruik van gember. Dat je zowel die prikkeling hebt, een klein beetje op de lippen en achteraan de finish. De finish is wel vrij bloedig ook, maar het hebt zo die leuke speelse spicy tik dat nog meekrijgt. Uiteraard werkt dat in een gin tonic. Ik denk dat we elke gin in een gin tonic kunnen steken en dat we er ook geen schrik voor moeten hebben om dat te doen. Ik heb niet specifiek iets voorbereid rond een perfect serve met een gin tonic, omdat je altijd een beetje, ik vind dat vrij op smaak af toe iets om te beslissen.
Maar wat ik zelf ga maken, ik ga het gewoon onmiddellijk ook op Stern, is dat ik het een hele leuke gin vind voor een reverse martini te maken. Eentje dat wat speels is en wat lager in alcohol dan de klassieke dry martini, is gaan voor 2 of 3 delen vermoed tegenover 1 deel gin. Met dan citrusbitters bij. Je kunt voor orange gaan, je kunt ook voor lemon bitters gaan, grapefruit bitters. Zeker tegenwoordig in de wereld van de bitters zijn er heel veel leuke dingen. Ik ga het ook onmiddellijk even doen. Ik ga er wat bij pakken. Je gaat eigenlijk je medicament al voorzien, Matthias. Nee, ik gebruik klassieke droge vermoed. En dan beginnen met. Neemt ofwel, ja, ik zou zeggen op 3 delen vermoed op 1 deeltje gin, dus 1,5 centiliter. Als je meer doet, als je geen goesting hebt om je sample zo leeg te drinken, mag dat ook een cocktail maken. Giet 1,5 centiliter in een mixingglas en doet daar dan een 4 à 4,5 centiliter vermoed op. Meegeven, jullie samples die jullie gekregen hebben, is altijd 2 centiliter ongeveer, hè? Dus als je zelf nu echt wil mixen, je hebt 2 centiliter in elk buisje zitten. Ja, daarom ook, ik ga vandaag nog een cocktail maken. Straks met de PX, de sherry. Dat is ook een cocktail dat zou moeten kunnen gemaakt worden met de sample. Als je zegt van tegen de voorlaatste toe, ik ga dat niet allemaal meer opdrinken. Mijn palet is toch al dood, ik doe dat liever later een keer. Of je hebt zoiets van, ik doe onmiddellijk mee. Ik zal misschien straks al het receptje een keer aanhalen, dat je misschien kunt nemen. Als bitters gebruik ik orange en juniper bitters. Waar zit mijn camera hier? Orange en juniper bitters. Die een klein beetje de gin gaan versterken. Toffe bittertjes. Zeker als je dan met reverse werkt. En dan doe je dat gewoon met een beetje ijs. Mengen, stirren. Heel eenvoudige cocktail om te maken. Hè. En eigenlijk... Het is zo in cafés de verwachting dat als mensen een martini bestellen, dat ze gelijk een witte martini on the rocks met een schijfje citroen verwachten. En soms krijgen ze een gin martini en dan sturen ze dat weer. En dan zeggen ze, dat is geen martini. Maar deze is iets dat daar ietsje dichter tegenaan leunt terug. Omdat je die grotere hoeveelheid martini hebt, dat je die grotere hoeveelheid vermoed hebt, hadden mensen misschien niet zo'n kletsend gezicht geven. Dry martinis zijn geweldige cocktails, maar eigenlijk niet zo entry-level. Ik vind dat al best. Tenzij dat er zo een echte zet die zegt, nee, ik drink alleen maar droge martinis. Omdat ik denk dat uw madman gehalte daardoor stijgt. Maar ik vind reverse martinis echt top drankje. Dus bij deze. Ik dan nog even stirren. Ik had ook een tweede cocktail, wat meer op de ginger gericht. Is de Ginger Rogers. Nu, de Ginger Rogers... Dat is voor de mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Het is een pretty modern classic. Dus hij komt echt wel van de voorbije decennia. Maar is zowel eigenlijk net voor de periode van de modern boom van cocktails. Het is uitgevonden door Marco Dionysus, die je misschien kent van Smuggler's Cove, San Francisco. Tres Agaves heeft hij ook gewerkt. In Absinthe heeft hij gewerkt. En... Dus hij heeft op een cocktailje, die mens heeft een gigantische bibliotheek met oude vintage cocktailboeken. En hij was daar een cocktail tegengekomen, de Favorite Cocktail heette die. En dat was eigenlijk een gin mojito met ginger ale. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk dat recept, dat oud recept, waarin het vaak een beetje disbalans is in de producten, heeft hij herwerkt naar de Ginger Rogers. En hij noemt het een mojito backwards in high heels. En dat is gin met ginger ale, maar dan met munt, limoen. Citroen, niet limoen. En hij doet er ook nog wat gembersiroop bij. En deze gin, zeker met dat gemberspice, gaat daar zeer schoon in werken. Ondertussen is mijn reverse martini helemaal lekker opgestirred. Als je de Ginger Rogers te moeilijk vindt, een Ginger Mule, die je misschien kent van Audrey Saunders, Pegu Club, eigenlijk gin, ginger beer, een beetje limoensap. Of een ginger gin sour, waar je gin neemt met gembersiroop en citroen of limoensap. Het zijn variaties daarop, die zeker ook lekker zijn. Ik ga beginnen drinken. Misschien als jullie voorstellen hebben, als je ideetjes hebt, als je smaakconceptjes hebt, moet je het zeker in de chat zetten. Ja, zeker doen. En zeker ook als je hem gewoon aan het proeven bent, moet je ook altijd zeggen wat je ervan vindt of hoe dat hem bij u binnenkomt. Altijd zeer interessant.
was net ook aan het denken, misschien moeten we gewoon de basisreceptjes dat jullie nu gemaakt hebben, even op mail zetten nog naar iedereen morgen. Dat we dat even kort uitschrijven en doorgeven. Dan kunnen jullie, moeten jullie ook niet alles zitten noteren wat je hoort. Dan krijg je het gewoon in je mailbox morgen of zo. Ja, die zijn voor niks erbij. Voilà. Dus dat lijkt me wel een tof plan. Ja. Ah, komt hier al van alles binnen. Lekker, eenvoudig, beetje bittere nasmaak. Deze lijkt minder scherp, iets zoeter misschien zelfs als gin. Aangenamer om puur te drinken. Ja, die vanille werkt daarin heel verzachtend. Ja, ik denk dat inderdaad. Die vanille en die gember die werken goed samen, denk ik. Ik heb ook het idee dat zoiets vrij typisch is aan Nederlandse gins. Dat is misschien ook zo wat een Oost-Indische compagnieverhaal, maar dat ze heel vaak teruggrijpen naar gember en naar vanille in hun gins. Ja. Wel eigenlijk leuk, komt dat minder denk ik bij ons tegen. Maar ik vind dat zelf wel, vind dat ook wel aangenaam. Ja. Ik ben zeker niet zo'n grote fan van gin old fashions of zo, maar met gins zoals deze, wat je zo wat in een zachtere toets hebt. Lukt zoiets misschien wel nog een keer? Ja. Niet te fel gemarkeerd door de bessen, ja. Alright. Er zijn ook heel veel mensen die het een goed idee vinden om de receptjes te mailen, dus dat gaan we dan zeker doen. Misschien een soort rode draad die we zelf wel tof zouden vinden in de hele avond, is dat we ook hier en daar op zoek zouden willen gaan naar bierpairings. Omdat we dat wel plezant vinden. Of cocktails met bier erin verwerkt, bijvoorbeeld. En ik ga zelf, ik weet helemaal niks van cocktails, eerlijk gezegd. Ik ben hier als host en als moderator. Maar tijdens het voorbereiden, tijdens het afvullen van jullie flesjes, had ik zelf dorst en keek ik in mijn ijskast en heb ik iets gevonden. Ik ga dat even delen met jullie. Wat ik wel tof vond. Ik heb die meteen gewoon bij elkaar gedaan. Dat is die Lowlander Wit. Dat is een niet-alcoholisch bier uit Nederland. En het viel mij op, het is totaal toeval, dat dezelfde duikboot van de Dribble Gin staat ook op dat blikje bier. En het is ook een ode aan die Cornelis Dribble. Nu, dat is volledig niet-alcoholisch bier, wat ook met het zesde van citrus, dus sinaas en citroen, gemaakt is. En ik had zoiets van, ik ga dat eens samen doen, gewoon, alsof het een gin tonic was, maar dan met dat wit bier. En dat werkt eigenlijk wel heel goed. En als ik daar nog verder over nadacht, dan dacht ik, ja, misschien is dat wel gewoon, als een klassieke duikboot, zoals we die kennen, de combinatie van deze gin of jenever met een wit biertje, volgens mij gaat dat ook goed werken met deze gin. Dus, maar je mocht me allemaal zot verklaren ook. Ik heb het geprobeerd, ik vond het lekker, dus het is misschien iets dat je eens moet checken of het voor jullie ook zou kunnen werken. Dat staat er ook bij. Ik zit hier Brewed with Reclaimed Orange and Lemon Peel. Ja. Dat is sowieso waar. Dat zijn no-brainers bijna, denk ik, op vlak van pairing. Ja, denk het ook. Het was echt zo'n absoluut toeval dat op het moment dat ik die een dribbel aan het uitschenken was, ga ik naar mijn ijskast en zie ik dat erin staan. En ik wist het niet op voorhand dat het dezelfde duikboot was. Dus. En als dat dan gewoon nog eens bij elkaar past bij, dat is dan zeker fantastisch. Het is serendipity, noemen ze zo'n dingen. Dat kun je niet voorspellen. Maar dus moesten jullie mensen in de chat of in de dingen hier zelf zoiets hebben van kijk, bij deze drank, een bepaald bier of iets dergelijks, gooi het ook in de chat. Hè. Dus, voilà, Tim Broekhart zei er al, ik denk dat citrus zoet zou gaan met een wit bier. Dat is denk ik voordat ik het ben beginnen uitleggen, dus dat is perfect. Wat denk ik hier nog? Vitas Martinez of 50-50. Nederlandse gins zijn meestal iets kruidiger, vind ik. Een beetje gelijk een Genevers. Dat wel klopt. Ja. Inderdaad, profetisch team. Devin zegt met L'Arrogante Session. Ah, de Session IPA van L'Arrogante uit Gent. Dat is ook inderdaad een goede pairing, denk ik, met dit. Ja, represent Gent, absoluut. ik moet mij stilhouden als Kempenaar. Meer orange dan lemon in de gin. En Cliff zegt, ik ga dat eens proberen met een Inglorious Quad. Oeh, ja, amai. Dat is het helemaal anders natuurlijk van bier. Dat is een quadruple, zwaar, denk 10 of 11%. Dat zal ook wel kunnen, denk ik. Maar dat is toch een heel andere pairing, ja. Tof. Het soort pairingen waarin je contrasteert en het soort pairingen waar je zo complementeert. Heel leuk. Ik ben,
Ik ben zelf, als ik ook foodpairings en zo wil doen, ga ik meer naar de contrasterende pairings meestal. Ik vind dat boeiender, maar kijk. Dat is ook iedereen zijn goesting, denk ik dan. Hè? Ja, maar dat is ook zo'n beetje een testen in the name of science. Dat is heel belangrijk, dat het allemaal getest wordt. Absoluut, absoluut. En sommigen zich daar dan voor opofferen. Ja. Als dat hier dan toch open staat, kunnen we maar een keer 3-4 andere spirits er ook bij proberen en dan zijn we vertrokken. Voilà. Dan heb je weer een werkdag achter de rug. Is dat niet zo? Dat werkt met Sinoco? Wel, ja, ik vermoed van wel. Als ik Glenn en Stefan hoor, dan denk ik dat dat zo werkt. Op school probeer ik dat dus ook en die kijken altijd raar naar mij. Dat is niet waar. Ik word opgenomen. Ik drink niet tijdens de werkuren. Yannick, je mocht er even uit. Je komt gewoon terug binnen. De waiting room is uitgeschakeld. Dus als je even moet weggaan, je kunt gewoon vanzelf terug binnen. Normaal. Je kunt jij dat wel zeggen, Matthias. Merk ik braaf, hè. Merk ik braaf. Alright. Ik denk dat we goed vertrokken zijn. Dat we iets tofs geproefd hebben met die gin. Leuk weetje misschien, dat is prijsmatig zeer interessant. Je zit rond de 23 euro winkelprijs. Dus dat is ja, top, hè? Voor zo'n kwaliteit, zo'n prijs. Dus dan zit je met een heel toffe fles. Dus, ja. Alright, Bram, het is aan jou. En we gaan naar de pastis gaan. Daar ga ik jullie ook heel kort iets over vertellen dan. Ik ga de fles even in beeld brengen. Uiteraard, terwijl dat iedereen dat rustig kan uitschenken. De Henri Bardouin pastis. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind pastis moeilijk. Ik hou niet van anijs. Dus ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen om mij te overtuigen. Dat neemt niet weg dat het wel een heel tof product is. Dit. Dat het wel goed in elkaar zit. Je kent de standaard manier van pastis te drinken, uiteraard, met een mix met water enzovoort. Dan wordt dat ook troebel. De smaken die ze zelf aanraden om ermee te combineren zijn roos, citroen, munt, rozemarijn en basilicum. Dat zijn dingen die ik wel kan volgen, denk ik, waar je de kruidigheid een beetje wat frisheid gaat geven. Wat ik interessant vond of tof vond aan Bardouin, is dus het hele proces wordt beheerd door 4 mensen, 4 maîtres. Er is een maître. Plukker, ik ben de naam in het Frans even kwijt, dus de meester plukker, de meester macereerder, dus degene die er eigenlijk voor zorgt dat de kruiden gaan op de juiste manier en de juiste tijd gaan macereren in de alcohol. Dan heb je uiteraard de meester distilleerder, die de alcohol gaat creëren. En dan heb je nog een meester liquorist, en dat is een zekere Helene, en zij is degene die de blends dan uiteindelijk maakt en die eigenlijk de samenstelling maakt van de pastis. Het is echt een samenwerking van 4 mensen, wat je eigenlijk bij de meeste... Spirits, heb je één distilleerder of één blender die het creëert. Hier heb je eigenlijk 4 mensen die heel nauw samenwerken om dat product te gaan maken. Een heel deel van de ingrediënten die ze gebruiken, van de kruiden die ze gebruiken vooral ook, groeien ook gewoon daar op de plek waar dat ze het aan het maken zijn. De Plateau des Mours in de Provence. En daar groeien onder andere die tijm en salie en bonenkruid. Dat zijn het soort dingen dat ze daar ook... in de buurt gaan vinden. 65 ingrediënten in totaal, dus bijzonder veel verschillende kruiden en complexiteit en smaken. Dus ik denk dat... ik weet dat eigenlijk niet. Is dat makkelijker of moeilijker om mee te werken, Bram, als je met zo'n product iets wilt creëren? Dat valt een beetje te zien. Ik vond het deze in het begin niet zo makkelijk, omdat pastis nogal snel overeerst in een cocktail. En geprobeerd, mijn eerste poging was echt wel puur anijs, 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 anijs. En dat was niet zo fantastisch. Ik ben ook jaloers op Matthias zijn cocktail, dus ik ga hem direct vervoegen. En ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een gin sour te maken. Met pastis als sweetener, maar dan wel half om half met een gewone simpel sirup. Dus ik neem gewoon 60 milliliter gin. Ja, ik ben gewoon van in ounce te denken. Ik ben begonnen met Amerikaanse cocktailboeken, dus ik doe mijn best om het allemaal te herrekenen naar milliliter. Maar als ik mij af en toe vergis, excuses daarvoor. Maar voilà. En dan komt daar 10 milliliter suikersiroop bij. Gewoon 50-50 simpel sirup. Oeps. En 10 milliliter pastis. En het is in de chat al gezegd, inderdaad, hier is het ook wel een belangrijke, dat niet puur de
anijs is. Je hebt die kruidigheid ook van de andere, andere botanicals in het destillaat. En dat helpt wel. En als laatste dan 30 ml citroensap. Ik ga wel even voor het shaken mijn koptelefoon afzetten, dat ik mijn infrastructuur niet naar beneden sleuk. Ja. Maar het klopt inderdaad. Hè. Dus het is niet alleen die anijs, die is in het begin zit die erin, maar het is een beetje zoals bij zwaar geturfde whisky. Je hebt eerst die rook en dan zit daar heel veel meer onder. Hè. Kruidigheid en heel veel meer andere smaken. En dat is wat het wel aangenaam maakt. Ik zag ook... een vraag ook in de chat passeren. Ja. Omtrent hoe dat gemaakt wordt. Hè. Ja. Ik weet niet of jij daar iets op ging zeggen? Of... heel kort, hè. Dus het is die kruiden, die laten ze macereren in verschillende soorten alcohol. Hè. Verschillende graden alcohol, van tussen de 30 en de 70% ABV. Tussen de 15 dagen en de 3 weken, totdat ze de juiste concentratie krijgen van die smaken. En dan gaan ze dat verder distilleren en blenden. Hè. Dus, en zo wordt dat eigenlijk uiteindelijk gecreëerd. Ja, net ook, zeker in deze gevallen, dit is echt een natuurlijk product. Hè. Ik denk dat je soms een beetje moet opletten, in vergelijking met goedkopere pastissen, waarbij dat echt gewoon zo essential oils bijna zijn, en aromaten dat ze toevoegen aan alcohol. Hè. Maar deze is effectief wel een heel een echt macerat, doorgemacereerd en gestookt product. Proeft dat ook gewoon, hè, dat verschil. Ja, dat is dag en nacht. Hè. En dat geeft zo'n hele... Dat is gewoon de zomer in een glas. Oké, dat zijn nu voor mij ook wel jeugdherinneringen. Maar mijn pa zweekt bij die een Henri Bourdouin. Dus allee, dat... Dus heb je hard moeten vechten met Matthias om deze te presenteren? Of was het direct beslist? Nee, eigenlijk voor vandaag heb ik gewoon gezegd, Bram, jij doet dat, ik doe dat. Ja, ja, okay. Ik ken mijn plaats, hè, Roen. Kijk... Matthias is van Gent en dan moet je daar af en toe bij neerleggen dat hij een... Dat is dat leergartenbloed, er is niks aan te doen. Maar dat is het leuke met zo'n gin sour. Dat is eigenlijk een heel leuke template om mee te spelen. Je kunt daar bijna elke liqueur in kwijt. En heel veel klassieke cocktails zijn daar ook... Allee, zijn gewoon variaties op een andere siroop. Pakt u een gin sour en zet er honingsiroop in en je hebt een bisnies. Doet er orgea in en je hebt een army en navy. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Ja. En in dat... Nee, zeg maar. En je kunt dan ook bijvoorbeeld bijna hetzelfde opzet als hier. Je kunt het ook een beetje lichter maken. Anijs en appel vind ik een fantastische combinatie. Mm-hmm. Maar echt geweldig. En als je dan 60 ml appelsap neemt, 20 ml limoensap en 30 ml pastis, gewoon even shaken in een highball glas, de zomer. Gewoon zonneken op je kop en fantastisch. Alright. Ja, ik ga even, Bart vraagt om het receptje nog eens te herhalen, dus dat was 60 ml gin, 30 ml citroensap, 10 ml simple syrup en 10 ml pastis. Ah, voilà. Yes. Matthias had het al. Matthias to the rescue. Ja, voilà. Ik ben net bezig, achter de schermen. Voilà. Ik wou ook net ook nog zeggen, dus maak ook wel eens venkel klaar. Want ja, dus, dat is wel lekker, maar die anijs. Maar ik kook dat dan in appelsiensap. En dan valt dat ook een beetje meer weg, die anijs. En dan wordt dat toch nog... Dat is misschien ook een tip dat je wel eens kunt gebruiken. Zeker. Dus... Ik zie hier nog heel lekker, heel gelaagd. Het is meer dan puur anijs, dat klopt. Dus wat we ook gezegd hebben. Dat is ongeveer wat er binnenkomt. Wat wou je nog zeggen, Bram? Nou, wel, en dat is ook dingen. De eerste twee waren zo wat eerder de verfrissende zomerse receptjes. Als je iets niet licht en luchtig wilt, dan is ook altijd fantastisch zo wat een Sazerac geïnspireerd. Die normaal gezien met een old-fashioned, met een absinthe-rinse in het glas, heel kort door de bocht, kun je gewoon hier 60 ml cognac, barspoon pastis, 2 dashes specials en een dash Angostura. En natuurlijk, bijna Sazerac, vroeger origineel,
werd die gemaakt met cognac en niet met rye. Dat is nu het standaardrecept geworden. Maar in eind de 19e eeuw, en ik vind dat zo'n beetje fantastisch, dat je dan beseft hoe oud dat die cocktails soms wel niet zijn. Eind de 19e eeuw zijn de Europese wijngaarden weggevaagd door een filoxera-plaag, waardoor dat cognac niet meer verkrijgbaar was in Amerika. En dan zijn ze overgeschakeld op rye. Nou, super, hè? Ja, ik ga de receptjes van Bram ook in de mail zetten, Charles. Het is niet alleen die van Matthias die we gaan delen. We gaan ze allemaal delen. Dat zou ik wel gemeen vinden. Moest de enkel dat Matthias zijn. Dat zou wel straf zijn, hè? Mijn vet en onderlijn. Ja. Wat zink ik hier nog in de chat passeren? Bierpeiling, ja. Dus het klopt inderdaad dat een aantal Belgian-style dark strong ales of quadruples zit ook een anijssmaakje. Zit zo'n dat toetsje van anijs in, dus... Maar kun je wel pairings mee doen als je dat weer gaat complementeren, denk ik. Dus, hey, Gouden Carolus Classic uit Mechelen bijvoorbeeld. Dat is inderdaad een goede tip, Dylan. Wacht, denk in eerste instantie aan last word variatie, waar chartreuse moet plaatsmaken voor dit. Dus dat zegt mij niks, maar Bram, Matthias misschien... Ja, daar ga ik het straks over de last word ga ik het later nog hebben. Als we over de mezcal bezig zijn, dus ga ik dan... Maar inderdaad... Een leuk idee ook, denk ik wel. Ja. En ook iemand die een twist op een Bloody Mary voorstelt. Bart zegt ook van, ja, wij voegen sinds een aantal jaar vaak gewoon een centiliter pastis toe aan een Bloody Mary. Dat kijk, voilà. Bij deze bevestigd. Ja. En dan een andere bierpairing nog, is die Lupulus Hoppera. Ja, dat klopt ook wel. Dus dat zou misschien ook wel kunnen werken. Dat is eerder die hoppigheid dat je dan gaat hebben. Bitteren, ja. Het zijn allemaal dingen die we eens moeten proberen, vrees ik. Allee, vrees ik. Het gaat toch al wel. Zo spijtig. Dat is jammer, hè. Ja. Alright. Opletten voor overwerk. Ja, we zullen opletten voor overwerk. Absoluut. Daarom dat we snel moeten klaar zijn, dat we straks nog een beetje kunnen verder werken. We zijn Vlamingen of we zijn het niet, hè. Ja, voilà. Voilà. Alright. Pastis, we hebben daar een gin sour gekregen en een Sazerac Inspired. Ik denk dat dat twee leuke tips zijn om eens te gaan proberen. Je gaat ook merken dat we wel geprobeerd hebben om ook zowel een iets eenvoudiger of snellere cocktail inspiratie te geven en daarnaast iets dat misschien iets complexer is. Dat is ook een beetje wat we in gedachten hadden op voorhand. Dus voilà. We zijn er twee ver, dan denk ik dat we naar nummer 3 moeten gaan. We gaan naar de Nomad Whisky. En om die in te leiden, heb ik eigenlijk een klein filmpje klaarstaan. Dus dat ga ik even opzetten. En ik hoop dat dat gaat werken met geluid enzovoort. Dat zou dit moeten zijn. Ik ga die op volledig scherm zetten. En die laten spelen. Veel plezier. Dat geluid. Heb je uw scherm gedeeld met geluid, Jeroen? Ik ga dat opnieuw doen. Normaal gezien, als je... Ja, je moet dat delen met share sound. Ja, absoluut. Mee. Het is de eerste keer, mensen, dus ik had ons dat zeker. Ja, dat moet. Many years ago, the unique landscapes and climates of Scotland gave birth to a most singular sun. This enchanting land and its capricious natural environment produced a type of barley with its very own special characteristics. Today, the rules have changed, and this Scot, a nomad at heart, looks for new lands, mature and experienced, and it has transformed into a new species. The Scotch character blends with the soul of Jerez, soaking up this privileged climate, a unique place, called Bodegas González Pías. Resting patiently in barrels that have held Pedro Jiménez, imbuing it with authenticity and personality, and converting it into a true rarity.
born in Scotland, raised in Jerez. Alright. Ja, ik vrees dat dat geluid niet gewerkt is, dat zal ik tegen de volgende keer even uitzoeken. Maar ik zal het verhaal dan zelf vertellen. Dus, Nomad Whiskey. Zoals gezegd, born in Scotland, raised in Jerez. Het is eigenlijk de enige whisky die... het is een Schotse whisky. Het is eigenlijk een blend van een aantal dertigtal malt en grain whiskies. Tussen de 5 en 8 jaar oud ongeveer. Die in Schotland rijpt. En dan verder naar Spanje verhuisd wordt. En in de kelders van González Bias verder rijpt op sherryvaten daar. Op Pedro Jiménez vaten eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk de vaten van de nectar die we straks gaan proberen, die worden gebruikt om dit verder te laten rijpen. Daarom ook dat je ziet dat, dat ze het een Outland whisky noemen en geen Scotch whisky. Dat de wetgeving bepaalt dat Scotch whisky moet rijpen in Schotland. Maar dat is nu net wat ze niet willen doen. Ze breken een beetje de regels hiermee. Het resultaat is wel dat je een hele toffe... je hebt wel geluid gehoord? Perfect. Ja, ik hoorde het geluid niet. Ik hoorde het geluid zelf niet. Dus, maar goed dat jullie het gehoord hebben. Wat je krijgt is uiteindelijk een hele toffe blended whisky met die een sherry finish, die Pedro Jiménez sherry finish die je daar wel leuk in doorkrijgt. 41,3%, niet te hoog in alcohol, denk ik. En volgens mij een heel tof product ook om mee aan de slag te gaan om mee te mixen en cocktails mee te maken. Maar ik denk dat Matthias daar iets meer over gaat vertellen. Yes. De belangrijkste, denk ik, info rond het product en de geur ligt daarmee eigenlijk in de twee key components. Hè. Aan de ene kant hebben we de typische Schotse whisky-elementen die er heel hard in zitten, maar die Pedro Jiménez is zo duidelijk aanwezig. Ik denk trouwens dat een stuk van de rijping in Schotland ook al op sherryvaten gebeurt. Dus ik zou het niet 100% zeker zijn, maar ik denk van wel. Nu, dat zal dan geen PX zijn dat ze daarvoor gebruiken. Maar dat jaarken op PX geeft echt het idee dat gedroogd fruit, hè, dat enorm sterk weer, zoeter ook. Er zit ook wel, het is ook een beetje een zoetere whisky. Hè. Veel mensen gaan het daardoor ook zo'n beetje een entry-level whisky noemen. Nu, ik vind dat, ik noem dat niet zo heel graag zo, omdat als je een zoetere whisky gaat gebruiken, als entry-level, dan ga je misschien denken dat alle whiskies zoeter zijn. Ik zou het eerder pas een keer introduceren nadat je alle wat kennis hebt van Schotse whiskies en een keer zoiets hebt van, goh, ik wil een keer iets anders. Of een overstap van bourbon, wat ook een zoetheid heeft, naar whisky te doen. Ik denk dat het op die manier wel een heel leuk product is. Het is inderdaad, ik zie het hier ook zeggen, het is heel zacht, veel noten erin. Veel noten, veel peer krijg ik er ook uit. Als is veel zo boomgaard. Heel veel boomgaard. Zo peren en appels in de karamel gedopt. Zo met rozijntjes erbij, nootjes erbij. Dat krijg ik eruit. En in die optiek ga ik een keer een paar drankjes ook zitten voorbereiden. In de eerste plaats, als we het in een highball willen zien. Ik ben zelf absoluut geen fan van cola. Ik drink dat eigenlijk nooit. Het is eigenlijk lastig van mijn maag. Een oldschool platte cola drinken. Maar met ginger ale, hè. Denk Mammy Taylor is top drankje. Een beetje gelijk de Horse's Neck, hè, wat dat bourbon en ginger ale is. Mammy Taylor, genoemd naar een operazangeres. Net zoals de Sazerac, ook een heel oud drankje eigenlijk. En Mammy Taylor was eind 1890 tot 1910 of zoiets. Die periode, dus de turn of the century daar. Populair. Zij zou dat eens besteld hebben in New York, in een bar. Dat zo is of niet, dat is eigenlijk niet zo heel lang een populaire cocktail geweest dan. Het is echt met de cocktail renaissance en de bartenders die zeiden van wij willen met Scotch whisky gaan beginnen cocktails maken, is dat dan eigenlijk vrij populair geworden. Maar het is ook wel lekker daarin. Ja, ik zie er ook bestoofde peer, veel boomgaard, dat krijg ik er ook onmiddellijk echt keihard door. Heel veel reacties ineens in de chat, vind ik ook. Dus, ja. De vorige mixte raps. Zalig. Wat ik ook leuk vind met deze, dat is ofwel aan de ene kant, we zijn misschien nu het seizoen net gepasseerd, maar zo'n hot toddy style te gaan. Een beetje honing, een beetje citroensap,
heet water en wat Nomad. Of als we nu toch de lente en de zomer gaan beginnen induiken, de Gold Rush is een cocktailke dat eigenlijk een beetje de cold variant is. Dus je hebt whisky, honey syrup, lemon juice, waar dat je eventueel een klein beetje gember ook aan, gemberlikeur wordt er daar soms aan toegevoegd. Wat dat dan al meer richting de penicillin begint te dribbelen ook. En ik denk dat we daar later nog wel een keer iets over gaan zeggen, bij Big Pete ook. Maar dus ja, hot toddy, Gold Rush-achtig drankje. Ook een heel toffe, wat ik zelf in gedachten had, is een beetje Diamondback-achtig. Diamondback is eigenlijk een cocktail genoemd naar een lounge bar in Amerika ook. Die zijn naam heeft gehaald bij een schildpaddenmotief. Dus whatever dat je eruit wil halen, maakt niet uit. Nu, European Diamondback had ik zo aan gedachten. Met chartreuse dag, hele chartreuse. En dan in plaats van Applejack te gebruiken, misschien een jonge Calvados of een Dom Frontet. Zo'n een peren Calvados lijkt mij heel tof te combineren daarin. Dat is dan ook weer natuurlijk weer zo'n upserve. Maar het zal wel aan de vrij zoete kant zijn. Maar ik heb mensen die nog graag een keer hebben. Het moet niet altijd kurkendroog zijn. Denk ik. Hè. En dan dingen naar Rob Royce, dat werkt uiteraard ook perfect. Ik had elke keer zitten opzoeken, de William Wallace, voor de mensen die het kennen, is eigenlijk een versie van de Rob Roy, waarbij dat ze de wine variant gaat splitsen tussen Sweet Vermouth en Pedro Jimenez, waardoor dat misschien nog wel echt perfect op past met deze Nomad. Ik vind het een vreselijk toffe mixer. De Nomad. Het is geen whisky waar ik zelf naar grijp als ik gewoon een beetje on the rocks whisky aan het drinken ben, maar ik vind hem super speels. Zeker door die fruitigheid in je cocktailjes. Ik hoor ook aan het aantal ideeën dat je ermee hebt en het aantal verschillende richtingen dat je ermee uitgaat en die ik zie in de chat, dat het ook iets heel flexibel is. Dat je er heel veel kanten mee uit kunt. Jawel. Dylan gaat het combineren met Old Ale, English Style Barley Wine. Dat zijn al stevige dingen natuurlijk. Rozijnen en dadels, ja, oké. Okay. Dan gaat hij inderdaad dat weer een beetje meer benadrukken. Eerder dan de boomgaard dat we het er straks over hadden. Ja. Ja, tof, hè. Maar sowieso inderdaad, denk ik dat dat wel echt een versatile mixing whisky is. Die, het komt misschien niet in de meest handige fles voor in een bar te werken. Neemt nogal veel plaats in ook, maar het is wel een. Het valt wel op. Je ziet hem wel direct staan ook zo. Voilà. Het is wel een goed handje vol dat heb. Het oogt ook echt gelijk een liter. Zo, het is echt al. Ja, hè? Soms komen whiskies in zo van die stumpy flesjes en hebben zoiets van: goh, dat ziet er zo wat bedroefd uit. Maar dat is echt zo: nee, ik sta hier, ik ben hier. En, even dubbel checken dat het toch maar 70 cl is. Lynchburg Lemonade, dus kan misschien ook wel lachen zijn. Ja, of die een Tint Meadow Trappist, dat is dan weer ook weer een iets zoeter toetsje bier. Ja, oké. Okay. Ja. We hebben hier iets gestart met die bierpairings. Dat is niet iedereen daarover aan het denken. Ik ben de naam kwijt. Er is zo'n een dry hopped cider. Lijkt mij ook superleuk wel erbij. Er zijn er een paar, hè. Er is zo'n een Litouwse of iets dergelijks. Ik ben de naam ook kwijt, maar... ik weet de mijne ook niet meer. Het is een blikske blauw. Mijn boomke erop. Ja. Maar ja, dan heb je insider. Die klopt inderdaad. Hè? Dan heb je weer die appeltjes. Ja, Ramborn. Het is inderdaad. Het is gezegd, denk ik. Dus dat lijkt me wel leuk. En dan heb je zo wat een bittere tegenhanger met zo wat dat hoppig karakter dat misschien wel leuk kan zijn. Dat je wat de zoetigheid countert dan. Ja. Ik was ook aan het denken of dat je dit en dan, want je hebt al een tip gegeven met, om met peeks iets te doen, maar dan zouden uiteraard ook gewoon de nectar kunnen gebruiken. Hè? De peeks van González Bias, dat lijkt me dan ook het meest logische om die te gaan gebruiken. Ja, dat is een beetje blijvend in dezelfde kelders druipen. Ik weet ook niet of dat mensen dat flesje van nectar dat jullie gekregen hebben ook al open gedaan hebben en hem genoost hebben samen met in deze bijvoorbeeld, om de gelijkenissen of de overeenkomsten te zoeken. Ik zie dat misschien mijn cider toch niet zo'n topper is. Excuses voor deze aanbeveling. Nee, ik weet niet. Ik heb dat niet geprobeerd. Ik moest er gewoon aan denken.
Chimay Blauw, ja. Ja, zo leren wij ook allemaal bij. En ja, Chimay Blauw, zalig. Ja. En, ja, dat is een beetje in dezelfde stijl als die een Tint Meadow trappist of die dubbel, hè. Dus Westmal dubbel gaat er ook bij werken, denk ik. Ja, nee, maar ik vind dat ik vind echt een tof product, maar ik zou echt wel een beetje voorbij dat entry-level idee stappen daarbij. Ik zou dat echt niet als eerste whisky aan iemand geven. Het gaat gewoon een beetje een verkeerd, denk ik, een vertekend beeld geven. Ja. Ja, hij heeft toch wel een eigen karakterje. Daarom. Absoluut, zeker, absoluut. Ja. Alright. Tof. Er is heel veel reactie in de chat nu we dit aan het proeven zijn. Mijn zoon van 16 lust deze. Ik kan er mij iets bij inbeelden. Ja. En wat kost zo'n fles? Ik ga dat er meteen even meegeven. De Nomad zit rond de 30, 31 euro ongeveer. Afhankelijk van waar dat je hem gaat halen, uiteraard. Dus entry-level, toegankelijk, hè? Heel goed. En van de pasties had ik het nog niet gezegd, dat zit ook rond de 7, 28 euro ongeveer. Voilà. Voor de liefhebbers van Niet, er komt een single cask for Belgium. Dat is een bericht van Stefan, dus dat is goed nieuws. Houd hem in de oog. Ja, dat is wel leuk. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Alright. Interessant. Voilà, ja. Super. Kijk, we houden het in de oog. Alright. En overal te verkrijgen. Stefan, zal ik even het woord geven misschien? Vertel het even. Voilà, je kunt jezelf unmuten nu. Denk ik. Ja. Ja, die zal overal te verkrijgen zijn bij de speciaalzaken. Die is met de Sinoco mensen over een maandje geselecteerd uit drie verschillende batches. En die zou er moeten zijn, maar misschien net na Pasen, als mañana een beetje sneller gaat in Spanje, dan zal het misschien rond Pasen zijn. En de bedoeling is van ja, daar een vervolg aan te breien om af en toe, ook zoals in Schotland toen, hier een paar single casks op de markt in een zeer toegankelijke prijsklasse te brengen. Super, super interessant. En dat is dan ook een sherryvat uiteraard, een beeksvat. Absoluut, ja. Er zal redelijk wat flesjes van zijn dan. Ja, dat is een vatje waar dat er ongeveer 700 flesjes gaan uitkomen. Right, tof. We zijn met 34, dus 20 per week. Hè? Dus, ja. Het is geregeld. Ja, okay. Het is geregeld. Goeie nieuws vindt iedereen dat, dus dat is goeie nieuws, voilà. Ik denk dat we naar de volgende over kunnen gaan. Ik ben uitgepraat, kunnen dat Bram nog iets wil zeggen, en anders drinken we. Ah wel, ik denk dat we naar de mezcal gaan. We are back with Guainaba, a crafty whiskey. The first of its kind. Zelf, it's an Iceland whiskey. What they call it. So, created by Richard Parson in collaboration with Les Gonzales in Jerez, which is where you get your... Geen idee welk geluid dat er aan het afspelen is. Waarschijnlijk sta je YouTube nog open en zie je gewoon filmpjes. Ja. Dus een jonge dame, een nomad, een Zweedse jonge dame is nomad aan het proeven. dat ga ik toch maar even gewoon afzetten. Met de Joro. Mascal. Mescal. Ja. Voilà, ik heb hem al ingeschonken. Nee, mescal, jullie ongetwijfeld bekend, drank van Mexico. Het verhaal van Meteoro is wel tof, hè, waarom ze het ook Meteoro genoemd hebben. Het is uiteraard een legende en legendes zijn er om verteld te worden. En beter dan misschien de waarheid is. Dus de legende is dat er een meteor, een asteroïde, neerkwam op een bepaalde avond. Er was eigenlijk een regen van asteroïden die over de aarde kwam. En ze zagen allemaal vallende sterren. En een ervan was neergeslagen op de aarde en vlakbij een mescalero. En die gloeide nog na. En met de warmte van de meteor is hij zijn agave gaan koken. En zo is de meteoro geboren geworden. Ik denk dat helemaal waar is. Dat een prachtig verhaal, dus ik wil daarin geloven. Love story than Twilight. Ja, het vertelt, voilà, het vertelt een beetje ook het verhaal van wat ze willen doen. Ze willen eigenlijk een heel traditioneel, heel klassiek product, mezcal, dat zo'n echt
een traditieproduct uit Mexico is, willen ze eigenlijk naar de moderne tijd een beetje brengen. Vandaar ook die prachtige vormgeving, vind ik eerlijk gezegd. Het is goed gedaan, die fles. Het is ook een handgeblazen fles. Als je die fles vast hebt, je ziet ook dat ze niet effen is aan de binnenkant. Het is echt goed gedaan. Mooie kurk erop, alles fair trade, dus alles klopt ook aan het verhaal. Het is espadin, de meest gebruikte agave eigenlijk om mezcal te maken. Dat is een agave die 8 tot 12 jaar groeit en dan gekookt wordt en geoogst wordt eigenlijk. Dus, bij mezcal is het zo dat de soort agave bepaalt heel veel de smaak en ook natuurlijk hoe lang hem gegroeid heeft, hoe oud een agave is, niet zozeer de vatrijping of hoe lang, zoals het bij whisky of rum bijvoorbeeld zo is, maar dus de plant zelf die eigenlijk de smaak bepaalt. Een hele leuke mezcal, denk ik, op 45% gebotteld. En als ik het goed heb, is het Matthias terug die daar iets over gaat vertellen. Inderdaad, met de mezcal. Ik heb het inderdaad, de dingen die gezegd zijn in de chat eigenlijk al een keer benoemen. Hè. Dus het is inderdaad niet de meest smoky one, maar het is meer zo'n nagloed. Hè. Dus zo dat assige dat gezegd wordt. Er zit wel smoke in, maar ik zou dus weer zo'n warme nagloed vinden dan echt een dikke rook. Het is zo geen agressieve espadin, wat dat bij espadin soms een klein beetje het geval kan zijn. Very fruity. Ik zou hem eigenlijk gewoon in een super easy Paloma, vind ik hem tof. Ik ging hem eigenlijk niet maken, maar ik kon het toch niet laten. Dus ik heb mijn sample gewoon in een glas met ijs gedaan. Ik heb een flesje 3 cents genomen. Grapefruit soda, super lekker. Als je daar dan een druppeltje limoen of citroen bij doet, ja, het is een kwestie van highballs, kan dat tellen. Ik vind dat ook zelf persoonlijk lekkerder dan margaritas, alles wat Paloma-achtig is. Ik denk dat wij daar de Amerikaanse roots wel voor missen om de margarita als best cocktail ever te bezien. Maar ja, valt zeker ook wel te splitten in een margarita. Ik denk de heerlijkheid aan mezcal voorbij het gewoon drinken, en wat wel echt ook heel goed werkt, is dat als ze aan een hoger ABV komen, zeker, eigenlijk deze ook met 45, perfect in een splitje met tequila te steken. Mezcal margarita, ik dacht dan aan de leuke naam Meteorita, maar misschien bestaat er al een andere naam. We zien dat je niet in het vaarwater van plagiaat terechtkomt. Met een deze, wat zeer leuk is, is een Picante de la Casa maken. Picante de la Casa is eigenlijk een cocktailtje met reposado tequila. Maar in plaats van dat, gewoon een beetje mezcal gebruiken. Het is een cocktailtje dat ontstaan is in West Hollywood, in de Soho House. Het is ook echt een keten van cocktailbars. Het heet ook de Soho House Tonic, dat de best verkochte cocktail daar is. En dat is eigenlijk een beetje margarita-achtig drankje maken. Tommy's margarita dan, met agave nectar. Maar verse korianderblaadjes en chilipeper erbij muddelen. Dus wat krijg je dan echt? Je krijgt spiciness, je krijgt een beetje dat vegetal dat ondersteund wordt. Dus een klein beetje expanden op de smaken dat je in een klassieke margarita tegenkomt. Wat dat wel tof kan zijn. Ik zie hier iemand ook zeggen, een idee met geuze, ja, dat moet wel zot zijn. Dat dat wel leuk is. Ik denk dat ik dan een keer ga moeten testen. Dat klinkt wel best geweldig, eigenlijk. Ja dat, absoluut, ik denk dat ook. En wat Dylan erboven zegt ook, is eerder naar een rauw bier of al een gerookt bier gaan. En als je dan, ik weet niet of jullie dat kennen, maar een Lichtenhainer is een hele goede type. Dat is eigenlijk een zuur gerookt bier. En dat is iets dat je bijna niet vindt, dat is een oude Duitse stijl, maar wel heel tof. Er zijn er onlangs een paar gemaakt in het Antwerpse, klopt inderdaad, Dylan, de Smoking Wild van Galea onder andere. Ik denk dat heel goed zou kunnen werken, ook, met dit. Maar dan met een geuze natuurlijk, dan heb je gewoon het zure en dan heb je het licht rokerige van dit. Dus, ja, absoluut. Ja, ook een heel goed idee. Ja, lambiek en geuze een keer naast elkaar plaatsen, het zal misschien ook wel van afhangen welke geuze dat wat overheersend kan zijn.
Mm-hmm. En dan, om even te hebben over The Last Word, hè, daarnet bij de pasties werd aangehaald, de Matthias was niet zei, om een beetje zo Last Word-achtig te gaan. The Last Word is een pre-prohibition cocktail, dus ook al meer dan 100 jaar oud. Equal parts cocktail, normaal. Met als twee hoofdbestanddelen heb je eigenlijk maraschino liqueur en groene chartreuse samen met limoensap en gin dan. Maar wat dat cool is dat mezcal ook echt een fantastische basis voor die cocktail. Veel meer dan misschien zelf gin. Last Word is een leuke cocktail, maar ik vind het een klein beetje overhyped ten opzichte van mijn andere spirits. Nuclear Daiquiris bijvoorbeeld, is een veel betere riff daarvan. Maar ook de Mezcal Last Words zijn er eigenlijk drie die een beetje interchangeably kunnen gebruikt worden. Zeker The Closing Argument en The Last of the Oaxacans. Is twee keer gewoon mezcal, limoen, green chartreuse en maraschino liqueur. Sommigen zeggen dat in The Last of the Oaxacans er ook een schijfje chili moet gemiddeld worden. Dus dat ligt dan een klein beetje in de lijn van die Picante de la Casa. Wat dat wel tof kan zijn. Maar moest je het nog een klein beetje willen verdunnen en iets exotischer maken, is er ook de Ultima Palabra. En de Ultima Palabra, dat is waar het er nog een deeltje ananassap aan toegevoegd wordt. Zo krijg je dan mezcal, ananas, chartreuse. Dus dat is echt de Holy Trinity of Beautiful Flavors. Ik heb echt geen andere manier om te zeggen, maar mezcal, groene chartreuse en ananas, dat is iets dat is unreal. En dan ja, met maraschino en limoen ook bij. Maar ik ga het zeker ook in de receptjes erbij steken. maar dat waren een beetje mijn voorstellen. Zeker als ze wat fruitier ook zijn, die mezcal. Het hoeft niet echt, je wilt zo geen per se smoke bomb in die een last word drift steken. Dat is niet nodig. En dan verder misschien kun je naar de chat terugkijken, want er komen eigenlijk vrij wijze dingen toe. Ja, er komen heel, heel toffe dingen binnen. Dus stevig genoeg om de pasties weg te krijgen, dus dat is sowieso al tof. Vlezigheid. Ik heb dat heel vaak wel met mezcal, zo wat vlezigheid dat erin is. Wild gerookt, rauw spek, ja. Combineren met schelke gerookte eendenborst. Nu zijn we ook al voetpairing aan het doen. Klinkt tof, absoluut. Zeker. Krijg ik honger van. Ja, hè. Dan een Mexican coffee met chocolade en peper in stijl van de Irish coffees. Oh, okay. Een mezcal met cola, een beetje Fernet Branca, die we Mexican Coke hadden gedoopt. Is ook verrassend lekker. Ja. Ja, cool. Chocolade, ja, denk ik dat sowieso goed gaat werken met alles wat een klein beetje rook heeft. Werkt chocolade altijd wel goed. Gerookte hesp. Peper is een super idee met hot chocolate, ja. Absoluut, ja. Ja, super, super leuke dingen. Er wordt hier gewoon een volledige cocktailkaart eigenlijk samengesteld in de chat. Zijn wij nog nodig eigenlijk? jullie stoken het vuurtje aan en dan beginnen zij het op te poken. Hè? Dus dat is de bedoeling. Food, beer en cocktail pairing beginnen hier wel... ik zie een concept. Ik zie een concept. Ja, absoluut. We gaan daar nog iets mee doen. Trouwens, Meteorita vind ik een goede naam. Ik vind het een goede naam. Maar ik heb hem ondertussen al geclaimd. Hè. Meteorita.com is van mij nu. Dus, Yannick zei ja, ook trouwens Negronis. Mezcal Negronis. Ja, mezcal Negronis, geweldig. En echt mijn absolute favoriet, mezcal Hanky Pankies. En niet te zuinig zijn met de Fernet Branca. Ja. Echt zalig. Ja, dat klinkt ook weer snel wat de Steven zegt. Hè. In plaats van met de mezcal cola Fernet Branca. Als je dan mezcal vermoed Fernet Branca. Mooie. Right. Kijk. Mooi, zuinig met Fernet. Ja, voilà, inderdaad. En waar het mee. Nice. Denk dat, een beetje rond ben ook hier. Ja, dat is perfect. Ja, ik hou ook wel enorm van mezcal. Dus, ik vind het een heel tof product ook. Zo, maar ook om mee te werken. Ik vind deze ook trouwens ook gewoon zo. Als sipping mezcal ook echt leuk. Dus zeker en vast. Quanto Cuesta, ja, inderdaad Thijs. Ik was er net naar aan toe werken. Ik was een bruggetje aan het leggen. Rond de €50 ga je die flessen in de winkel vinden. Dus, dat valt ook heel goed mee. Denk ik. Dus, alright, we gaan een beetje naar een heel ander eind van het spectrum gaan, Bram. De Amaro di Angostura. Iets helemaal anders.
Ik ga de fles weer even in beeld brengen. Ik denk niet dat er geluid aan het spelen is momenteel, hoop ik. Anders gaan jullie het mij ongetwijfeld vertellen. Een Amaro di Angostura. Ik ga hem ook even in mijn glas doen. Voilà. Een liqueur eigenlijk zitten we nu. We zitten op 35% alcohol uit Trinidad. De basis is de aromatic bitters van Angostura, die jullie allemaal kennen met het te grote labeltje. Ook een fantastisch verhaal dat we volgende week in de tasting van Angostura zeker even gaan vertellen. Dus dat is de basis. Die worden dan gecombineerd met spirit en nog extra kruiding. En die krijgen dan 3 maanden tijd om mooi te marryen. Zodat ze uiteindelijk die liqueur gaan opleveren. Centraal in de smaak, ik vertel dat niet graag, want jullie kunnen dat zelf ook doen. Maar kaneel, donkere chocolade, die kruidigheid uiteraard, dat zijn de dingen die daar naar voren komen. Amaro betekent ook letterlijk bitter. Jullie kennen allemaal de Italiaanse drank Amaro. En dit is een beetje de Trinidad twist daarvan. Over Angostura zelf misschien ook. Oorspronkelijk was dat een Venezolaans bedrijf, of een Venezolaanse drank. Het is ook genoemd naar een havenstad, Angostura. Maar het werd gemaakt door een zekere Johan Gottlieb Benjamin Siegert voor het eerst in 1824 als remedie tegen vermoeidheid en maagklachten. En die zijn dan in 1875 verhuisd naar Trinidad met de firma. En sindsdien is het een bedrijf in Trinidad. We maken ook hele mooie rums, die we volgende week dus gaan proeven in een van de sessies die, denk ik, uitverkocht is ondertussen. Maar voilà, de Amaro di Angostura. Ook zo een drankje dat minder bekend is ook. Minder voor de hand ligt als drank toch. Maar waar dat je volgens mij weer heel toffe dingen mee kunt doen. Bram? Zeker en vast. Die Amaro's, dat is echt mijn ding. Dat is... Oh, genius. Deze is heel kruidig van Amaro. En... Waar dat ik eigenlijk altijd begin met een nieuwe Amaro, dat is met een Jägerita. En er gaan nu mensen denken dat ik zot ben, echt waar. Maar het is geniaal. Leren kennen via Jeffrey Morgenthaler, maar het is originele recept van David Cordoba. Met logischerwijze Jägermeister. En het is eigenlijk gewoon een Amaro sour. En je hebt 50 ml, in dit geval Amaro di Angostura. 20 ml Cointreau en 20 ml lime juice. En dan nog, afhankelijk van hoe zoet dat u een Amaro is en hoe zoet dat je het zelf graag hebt, nog 1 of 2 of geen barspoon simple syrup. Bij deze zou ik er persoonlijk geen extra simpel nummer aan toevoegen. Hij is zoet genoeg van zichzelf. Maar dat geeft echt een geniaal kruidig geheel. En je kunt dat eigenlijk gebruiken als template voor elke Amaro bijna. Daarnaast heb ik het ook geprobeerd met een beetje een sneak preview naar de volgende whisky van de line-up, de laatste, de Big Pete, in een Island Pale. Dus een beetje een riff op de Old Pale, New Pale, 50 ml Big Pete, 20 ml Sweet Vermouth en 20 ml van deze Amaro di Angostura geeft zo een subtiele rokerigheid, maar toch nog altijd die kruiden die er doorkomen. En dan de Sweet Vermouth die alles zo'n beetje samentrekt en zo toch nog een beetje die juiciness geeft, dat niet allemaal hout op rook is. En dan eentje, de laatste, die Matthias en ik, zo hebben wij ons dan voorbereid, met een Campango-shotje. Voor de mensen die de Ferrari kennen, equal parts Campari en Fernet. Gewoon equal parts Campari en deze Amaro di Angostura geeft ook weer datzelfde. Je hebt zo die kruiden van die Amaro di Angostura, die dan zo wat afgewerkt wordt met die zing van die Campari. En dat is echt wel een toffe om te doen. Maar waarschijnlijk niet echt om op de lijst van cocktails te komen, maar kijk. Ja, het lijkt mij uitdagend. Campari in dit samen. Het is, lijkt me tof. Ik dacht, laat me toch
Je brengt mij op het slechte pad, Matthias. Voilà. Een beetje bartendershot-achtige mensen. Er wordt hier weer heel veel gezegd in de chat. Ik ga er even doorgaan. Yo, I like this is het eerste dat gezegd wordt. Dus dat lijkt mij al heel veel samen te vatten. Veel mondgevoel, zoet en kruidig, maar nergens te. Iemand wil het adopteren als hoestsiroop. Of de vrouw van iemand wil het adopteren als hoestsiroop. Angostura bitters made to pour. Ja, dat is inderdaad, Matthias klopt. Dat was het idee erachter, denk ik. Lekkere houtgeur, zoethout. Iets te zoet misschien, oké. Okay. Sterrenijs, ja. Zeer smaakvol, veel mogelijkheden. De light versie van aromatic bitters. Aromatic bitters zou ik nu ook niet direct zo drinken. Gewoon als schijfjes sinaasappel en ijs, uiteraard. Zo, hè. Is perfect zo te doen. Combineert met de afdronk van de mezcal. En dat was eigenlijk op het moment dat je bezig was over die combinatie met een Big Beat, dus met de rokerigheid. Dus ik zie het ook wel. Ik klop het wel. En dan bijna eerder een sweetener dan een aroma. Dus... Maar ik vind het inderdaad ook een heel tof product. Hè. Heel rijk, hè, zoals het hier heel vaak gezegd wordt. Heel veel zit erin. Hè. Er gebeurt heel veel in die Amaro. Ik kan zien wat je bedoelt, Janik. Hij is redelijk zoet. Ik zou minder die nemen om echt puur te drinken. Maar ik vind wel dat hij fantastisch werkt in cocktails. Puur omdat hij zo'n een mooie, ja, hoe moet ik dat zeggen, bas geeft aan cocktails. Met al die kruiden die erin zitten, al die spiciness. Vind ik het wel een leuke. Wat ik persoonlijk bij de Diesen ook vaak door doe, de voorbije jaren, als ik verkouden ben, dan drink ik meestal gewoon heet water met schijfjes citroen en angostura bitters en een beetje honing. Maar eigenlijk ben ik overgeschakeld naar gewoon heet water, amaro di angostura en een schijfje citroen. Dus eigenlijk in plaats van de bitters en de honing te doen, klets ik er gewoon wat van daarin. Mega lekker. Je hebt geen theezakje nodig. Je moet dat er niet uitfrullen en zo. Efficiëntie. Heet naar de schaalke brengen dat je vergeten zit in de keuken. En dat je dan zo rondloopt. Gewoon een scheutje erin. Niet te veel, want je kunt ook water voor je. Voor, ja. I like the way you're thinking. Ja. Matthias Solbron, solving the world's problems one at a time. Eh? Ja, corona. ik kijk al uit naar de volgende verkoudheid. Alright. Inderdaad, Jeroen, aanradertje. Dat is sour, hè? Dat is perfect. Dat gaan we een keer doen, dus absoluut. Ja. Ah, tof. Tof dat jullie veel aan het meedenken zijn. Heel plezant. Dat vind ik dan bijvoorbeeld wel in de wereld van Amari, kan dat wel voor veel mensen meer misschien een entry-level zijn. Ja, dat kan ik wel zien. Want je hebt wel de usual suspects een beetje al aan de Montenegro, die heel toegankelijk zijn sowieso ook en werken. Maar als je wat dieper dived in dat wereldje, kom je echt, bij wijze van spreken, gortige dingen tegen. Op een goede manier. Hela! ja. Trouwens, een biertje erbij. Hebben we al een biertje gehad? Nog niet, hè? Oeh, nee, nog niet. Ik zie hier Amaro en Pastis samen. Ik kan het mij niet direct voorstellen, maar... Ja, jij nog wat? In the name of science. Ik kan eens kijken, hè. De Pastis was... Oké. Ja. It's equal parts. Duchesse de Bourgogne. Ik vind dat niet zo lekker. Is dat perfect, of is dat... Ik denk dat we dan allebei gezondigd hebben, maar... Ik denk eigenlijk eerder dat je bij die Amaro naar iets heel lichts moet gaan van bier. Iets heel fris, licht, misschien terug zelfs iets witbierachtig, met wat citrus of zo, ik weet het niet. Om er weer tegenin te gaan of zo. Ik weet het niet, hè. Ik ben hardop aan het denken, hè. Kriek? De ranke, De ranke is... Ja, ik zie bier. Okay. Ja. Jungle Joy, ook een goeie. Ja. Die pastis en die Amaro werken wel in een shotje. Ja. Alleen zo, equal parts. Of zit ik al gewoon goed in de sfeer? Nee, het is wel. Could be one, could be the other. Ja, het is misschien niet de meest complexe drankje dat we gemaakt hebben vandaag. Maar, Het hoeft niet altijd complex te zijn, hè? Nee, het is dat. Voilà.
Ja. Ah, nee, right. Beer pairings vind ik echt super tof. Ja, dan, leuk, hè? Ja. Ik leer ook echt mega snel veel bij. Zo, ja. Heel dus veel lichten beginnen te branden als ik het hoor, maar dat ik er zo niet zelf zou opgekomen zijn. Laat ze maar komen, hè. Dus voilà. Ik denk dat we naar de volgende moeten overgaan, want we zijn al kwart na negen ondertussen. Ja, we gaan nog shoots doen. Hè. We gaan naar de Nectar, naar de Pedro Jiménez gaan. Ja. Alright, zeg maar. Ik ga die al rustig even uitschenken. Klein beetje ervan. De fles even in beeld brengen. Voilà. Pedro Jiménez, sherry. Qua alcohol gaan we een beetje naar beneden uiteraard. We zitten op 15% nu. Maar ik hoef... Ja, jullie kennen allemaal Pedro Jiménez Sherry uiteraard. González Bias, een van de meest gerenommeerde sherryhuizen die je kunt vinden. 1835, lange geschiedenis enzovoort. Misschien Pedro Jiménez, heel kort. Het is een witte druif, die wordt geoogst. En dan wordt die eigenlijk een tijdje op rieten matten gelegd om te drogen in de zon. Zodat die tot 40% van zijn volume verliest. En zeer geconcentreerde smaken gaat krijgen. Dan gaan die geperst worden, vergist worden, zodat die tot een zevental procent ABV geraken. En dan wordt er alcohol aan toegevoegd om hem te versterken tot ongeveer 15%. En dan gaat die in een Solera-systeem rijpen voor een achttal jaar. En dan krijg je uiteindelijk dit, die een hele mooie, dikke, stroperige sherry, heel zoet ook. Misschien een leuk weetje. Legende wederom, een goed verhaal. Waar komt de naam Pedro Jiménez vandaan? Dat zou iets met de Lage Landen te maken hebben. Namelijk, de 17e eeuw, zitten we, 16e, 17e eeuw, de oorlogen van de Spanjaarden hier bij ons in de Lage Landen. En er zou een soldaat teruggekeerd zijn naar Spanje, dus van het leger van Karel de Grote. Zou teruggekeerd zijn naar Spanje en zou hier waarschijnlijk in het Hageland een witte druif hebben gevonden en meegenomen hebben en daar zijn gaan verbouwen. En dat zou dan uiteindelijk de Pedro Jiménez-druif geworden zijn. En het verhaal gaat dan dat die soldaat Pieter Siemens heette. En dat dat dan verbasterd is in het Spaans naar Pedro Jiménez. Grappig. Dus, wat zeg je? Dat is wel grappig. Dat is goed, hè? Ja. Ja. Het is fact wil ik niet meteen beweren, maar het klinkt wel heel goed. En het is zo een verhaal dat verteld wordt. Dus. Ik drink dat heel erg graag gewoon met vanilleijs. Ik eet dat graag met vanilleijs, moet ik dan zeggen. Ik vind dat geweldig. Maar ik weet ook dat daar wel van alles mee te doen is in cocktails. Maar daarvoor kijk ik uiteraard weer naar jullie. Hè. Ik heb hier niet op staan wie dat erover gaat babbelen. Ik denk Matthias, maar ben niet zeker. Ja, ik. Ja, maar dat is een zot dingetje, hè. Pedro Jiménez komt, ik weet niet wat het gezegd hebt, maar tussen de 370 en de 400 gram suiker per liter. Hè. Dus dat slaat hier alle richtingen uit. Dus ik zag hier al in de chat, plakte wat tegen het verhemeld. Ja, als je met 380 gram suiker per liter zit, dan mogen we wel spreken over iets dat je verhemeld al sinds vastklampt en niet meer loslaat. Mm-hmm. Ik zie hier inderdaad ook staan, het wordt ook nog altijd op matten gedroogd. Ja, de Pedro Jiménez, zover ik weet, zeker bij González Bias, wordt nog altijd zo gedroogd. Eerst en vooral blue cheese of inderdaad bacon. Amai, zo echt... Geniaal, hè? Ik ben echt niet fout mee gaan. Ja. Cheesecake ook super lekker. Zo wat drizzelen over zo'n cheesecake. Ik ben echt zot van Pedro Jiménez. Dat is echt. Ik moet echt opletten dat ik dat niet altijd open heb staan bij mij thuis. Want anders zou ik echt gewoon mezelf kunnen rollen van hier tot ginder. Wat ook. Maar ja, ik denk eigenlijk mijn favoriete concept zijn twee ideetjes met mijn Pedro Jiménez: is het gebruik van sweetener in koffie of met koffie. Zowel in met koude koffie een cold drip of een cold brew, een klein beetje PX aan toevoegen. Of shakerato, hè, espresso shaken met een beetje PX. Super lekker. Ja, foie gras, pâté gaat ook enorm goed erbij. Maar dus echt gewoon met koude koffie opshaken. Heel kort, maar krachtig. Super lekker. Of stirren met een cold dripje. Heel lekker. En aan de andere kant gebruiken als sweetener. Vooral met heel lekker met rums. En ja, bepaalde whiskies. En met Nomad uiteraard. Want we spreken hier over hetzelfde huis. We spreken echt over elke rechtstreeks. Dat kust elkaar sowieso al in die vaten. Dus waarom dat niet daarbij plaatsen.
Ik heb eigenlijk om af te sluiten, ik ga zelf nog een cocktail maken, ook de Black Mesa. Black Mesa is, een, is ook een new era, modern classic geworden. Het is een rum old fashioned. We gebruiken twee soorten rum. Eerst Cuban of light style. Het originele recept is met Demerara, dus met Guyana rum, maar dat vind ik iets te zoet. Dus ik ga liever voor iets column still aged. Ik ga vandaag, om in het kader van Sinoco ook te blijven, Progressiva gebruiken, Cubaanse rum. 45 ml, anderhalve liquid ounce. Ik ga dat ondertussen ook gewoon even lekker live maken. Dat moet je allemaal meekijken. Een beetje oefenen voor morgen. Dan 15 ml of half a liquid ounce. Pot still high proof. Navy strength, Smith & Cross bijvoorbeeld. Erbij. En dan heb je twee rummetjes. Dan heb je base voor je Black Mesa. Old fashioned. 15 peaks. Maar dan gaan we inderdaad die dadels, vijgen, rozijnen, walnoten. Dat is allemaal vrees gewoon in meekrijgt. Oh, zo lekker. Trouwens, ze hebben ook in de aged line. Is het de Noé, denk ik? De Noé wordt bevestigd in een chat. Ja, inderdaad. Zo lekker. Je kunt er uw lepel in recht zetten. Zo is het, jij bij wijze van spreken. Maar, amai. Nice. En dus 45 ml Cuban, 15 Jamaican pot still, 15 PX, 2 dashjes Ango, classic, en 2 dashjes orange bitters. Dan opstirren met ijs, maar we gaan het er ook wel in zetten. Dus opnieuw terug een Amerikaanse uitvinding. Die Amerikanen, ja, de modern craft van de classics, ligt daar echt keihard. Super lekker gestirred over ijs. Gaat rechts, ik ga misschien gewoon rechts in het glas. Dat moet toch oké zijn. Nee, echt waar. Aanraden aan iedereen, maak die je morgen serieus is. Een geniale cocktail. Morgen vroeg. Ja. Wow, dat zou ik nou ook niet zeggen, maar... Maar niet te lang wachten, hè. Je mocht dingen niet uitstellen, Bram. Dat zijn bedoeld als pick-me-upjes. Ik vind dat zo geniaal, hè. Die oude benamingen voor, en die oude de categorieën voor cocktails. Een antifogmatic. Ja. We zijn hier echt een workaholics aan het zijn, blijkbaar. Ja. Denk, maar uiteindelijk de PX is ik heb, daar zijn ook zo miljoenen mogelijkheden mee. Gelijk dat je zegt, dat desserts, bieren, hapjes, alles kun je eigenlijk doen. Zoet, rokerig, zout, alles. Voilà, met een pinch of salt er nog een keer bij. Eventueel in bepaalde cocktailjes. Misschien met die espresso, pinch of salt en de wat PX, kan misschien wel coole dingen zijn. Ja. Espresso martinis, laat de suiker weg en voeg er PX aan toe. Switch de base spirit naar whatever dat je wilt en dat gaat altijd lekker zijn. Mm. En dan, we waren net bezig over de Trinidad Sour met de Angostura bitters. Er is een cocktail genaamd You're Not My Real Trinidad. Heel leuke woordspeling. Kevin Barry, Three Dots and a Dash, heel bekende tiki bar in Amerika, heeft deze cocktail bedacht. 45 milliliter Angostura bitters, dus de volle 4,5 centiliter van uw flesje. Kap dat in uw glas, of in uw shaker. 15 px. En dan cream of coconut, pineapple en lime juice. Dus ik maakte een soort van sick and twisted pina colada. Maar echt die bitterheid, 45 ml bitters tegen die 15 px. Eigenlijk de perfecte balans creëren tussen bitter zoet. En mega lekker ook. Geleerd trouwens van de brand ambassador van González Bias. 50-50 Pedro Jiménez en Angostura bitters in een dasher bottle doen voor je cocktails. In, zeker in wat drogere cocktails, waar dat er Ango bitters aan toe moeten, dat single dashje van een klein beetje PX kan echt zo die slight spike of sweet geven. En dat, ik heb dat gedaan ook. Ik heb zo'n flesje staan, ook een dashing bottle, PX Angostura bitters. Mega lekker in cocktails. Alright. Genoteerd.
Ja. Cheers. School. Ziet er top uit. En ja, je voelt ook dat je dat wel tof vindt, je peaks. Het valt nogal op. Ik vond dat hij redelijk subtiel was, toch? Ja, ja, hij heeft zich ingehouden, hè? Ja. Ja, er is hier ja, heel veel gezegd weer in de chat. Ik heb het een klein beetje gevolgd. Een paar bierpairings ook misschien nog. Per jaar is quadruple, zegt hier iemand. Er werd ook al gezegd allerlei Imperial Stouts en dat soort toestanden, denk ik. Ja, Imperial Stouts, Winterkoningsche Grand Cru. Dat werkt ook heel erg goed. Ik weet niet of je dat bier kent. Heel, heel erg mooi zwart bier, 13% of 13,5% denk ik. Ja, dat soort dingen. Hè. Redelijk krachtige bieren hebben we daarvoor nodig. Om ernaast te zetten. Maar ik ben ook zot van Peaks, hoor, voor alle duidelijkheid. Geweldig, geweldig product. En te weinig mensen kennen dat, hè? Te weinig mensen weten wat dat is. Ja. Het is waar, maar de meeste mensen, als ze aan sherry denken, als het geen fino is, denken ze aan cream. De mediums of de cream sherry's. Wat eigenlijk wel vaak, meestal, als het goede is, als het kwalitatief is, gesweetend wordt met PX. Hè. Dus de smaak zelf kennen de meeste mensen, denk ik, wel een beetje. Die rozijntjes, dadels, vijgen. Maar als je het echt over de stijl hebt, dan verliezen ze wel weer. Ah, klopt, inderdaad. Sherry's in het algemeen, mensen kennen dat niet meer. Mensen weten dat niet meer. Dat is jammer. We moeten, ik vind dat er meer sherry-liefhebbers moeten komen. Ik weet dat er een aantal in het publiek zitten die dat ook vinden. Zeker en vast. Voilà. Drie delen Tio Pepe, Fino Sherry en één groene tonic van Nectar. Topper als opening voor de barbecue. Right, ja, kijk. Recept van de brand ambassador van González Bias. Tio Tonic. Echt, Ja. Sherry en tonic, ja, werkt ook goed. Hè? En sherry en whisky pairing, uiteraard. Ik vrees dat we naar de laatste al gaan overgaan, want APX, daar kunnen we nog wel even over doorbabbelen, vrees ik. Ik denk dat we naar de laatste gaan overgaan, dat is de Big Pete whisky. En als het goed is voor jullie, ik heb nog een filmpje van een tweetal minuutjes waar Fred Lang zelf iets vertelt over Big Pete. Dus ik denk dat ik dat even ga laten zien aan jullie. Want het is altijd fijn om die mensen te horen babbelen. Dus, eens kijken. Waar staat die open? Wacht hoor. Staat toch open? Hè? Ah ja, ik moet deze opzetten. Oké. Met sound. Daar is hem. En terwijl dat jullie proeven, kunnen jullie de man zelf horen vertellen. My name is Fred Lang. I'm chairman at Douglas Lang & Company. Big Pete was a bit of fun initially, has turned out to be, understandably, a rather serious Isla fatted malt Scotch whisky carrying Ardbeg, Beaumont, Killeela, and even the long-closed Port Ellen malt within the range and selection that we have put together. As anticipated, it's a big, mercantile, oceanic, beachy, rock pool sort of nose. Quite clean, very pleasant. Incredibly smooth across the palate. This whisky is bottled at 46%. We've left the natural oils and fats in there. So the whiskey coasts over a treat, but those natural oils and fats allow you to chew out the flavors beyond the smoke. Bonfire, obviously peat. There are creosoted beach huts. There's Wright's coal tar soap. There's tarry ropes and harbor walls, and it's just going to run and linger that way on the finish. If I don't take another sip of this, it'll be there in 20 minutes' time. In what passes to be summertime in Scotland, it's also the moment to consider barbecues. And Big Pete, with his charred wood, will go wonderfully with your charred steak and your charred sausages. I'm biased. I think this is a great example of blended Isla malts. 100% Isla malts. It's like the orchestra
playing against the second fiddle. You really need that depth and resonance. I've certainly got it here. I hope you will one day yourself. Voilà. Fantastische man om naar om te luisteren. Fred Lang. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, hij heeft het meeste al gezegd van wat ik jullie al wilde vertellen. In de basis, het is uiteraard een van de Remarkable Regional Malts van Douglas Lang. Dus een reeks blended malts waar ze eigenlijk in elke soort een bepaalde regio in Schotland willen benadrukken. Je hebt de Epicurean, je hebt Scallywag, Rock Oyster en dit is dan uiteraard de Big Beat. Dan gaat het over Islay. Dan gaan we naar Turfland, naar Rookland. Hele mooie whisky, zo. Vind ik persoonlijk een hele leuke toegankelijke, toch stevig geturfde blended malt. En denk ik ook een vat van inspiratie voor cocktails. Dus dan ga ik weer terug even naar Bram. Doe je ding. Yes, zeker een vat voor inspiratie. Echt een geniale whisky om in cocktails te gebruiken. Als je dan zo spreekt over peated whisky in cocktails, dan kun je eigenlijk al bijna niet rond de penicillin. Dat is echt wel de modern classic, bij wijze van spreken. Van zo het iconische Milk and Honey, dat zo echt wel de cocktail renaissance bijna gekickstart heeft in de tijd. Origineel gemaakt door Sam Ross. Is eigenlijk ook basically een whisky sour. Dus je hebt dan 60 ml... van een blended whisky met 20 ml lemon juice en 20 ml ginger honey syrup. En dan doe je daar een float op van 10 ml peated scotch. Dus in dit geval dan de Big Peat. En dat is een heel toffe verrassing, want uw neus is puur rook. En als je dan proeft van uw glas, heb je zo die eerder de cocktail zelf, dat zoete, die honing- en notennoties van meestal die blended rum, met dan toch zo in achteraan die rook dat erbij komt. En dat is toch zo een van de eerste... Allee, als ik dan... Oké, ik was geïnteresseerd in cocktails en ik ging dan naar een cocktailbar en dan was dan zo van, ah ja, voor mijn penicillin. Dat was... Ik voelde me dan echt een grote jongen helemaal in het begin. En nog altijd wel wat een guilty pleasure, mag ik niet zeggen. Maar dat is een dat ik wel nog regelmatig voor mezelf een keer maak. Inderdaad, Smoky Martini is ook echt zalig om een keer te doen. Heel speciaal ook. Daarnaast, wat ik ook geweldig vind, is een Rob Roy. Perfect Rob Roy. Vind ik over het algemeen met peated whisky het beste. Ik vind altijd fantastisch. Rob Roy, dat is eigenlijk genoemd naar een theaterstuk. Dat was een heel populair theaterstuk in de tijd. En dat is eigenlijk de Avengers Infinity War. Zo noemt hij je cocktail feitelijk, als je dat dan terugkijkt naar het verleden. Maar genius, als je ziet een perfect cocktail, perfect Manhattan, perfect martini, is altijd equal parts sweet and dry in uw versterkte wijn. Over het algemeen formaat. Maar ik vind het altijd heel leuk om sweet vermouth te nemen. En fino sherry. Ik vind dat heel leuk samenspeelt. Dus je hebt dan 60 ml van de Big Peat, 20 ml fino en 20 ml sweet vermouth. Met een dash orange bitters. En dat gaat er zo voor zorgen dat je... je hebt niet dat superzoete van je sweet vermouth dat dan eigenlijk clasht met je Big Peat. Maar het wordt ook niet te droog. Het wordt ook, blijft ook niet te scherp om dat je die in balans hebt tussen de twee. En dan, als laatste, ga ik me nu al iets wagen. Ik ga zelf proberen bierpairingsvoorstel. Dus... Houd u vast allemaal. Ja, inderdaad, inderdaad. En zeg vooral waar dat ik juist ben en zeker ook waar dat ik fout ben. Maar ik heb het eigenlijk een beetje bekeken als de traditionele pairings zijn stout en porter. Voilà, zoals dat Dylan inderdaad zegt. Maar ik heb het een beetje bekeken vanuit cocktailperspectief. Ik pair dat heel graag met licht bitterken en exotische smaken. Gewoon even terzijde.
ananas en rokerige spirits, of dat nu mezcal is, of dat nu peated whisky is, echt match made in heaven. Geniaal. Maar in dat opzicht had ik twee pairings voor zo eerst het subtiele van het verzet, de Golden Tricky, die gemaakt wordt met een Australische hop volledig, die toch wel wat dat exotische in zich heeft. En als je echt full-on wilt gaan, dan de Jungle Joy van Brussels Beer Project, die dan wel zeer exotisch is. Maar die twee hebben alle twee zo het zoeterige, waardoor dat niet medicinaal allemaal wordt, maar toch ook dat bitterken en dat exotische. En nu ga ik even kijken in de chat of dat Dylan schande spreekt. Of Dylan zei ook, peren met de stout is inderdaad, dat is de basis. Hè. Rookt met stout, dat werkt altijd. Dylan zegt een geuze, ja oké, dat snap ik. Maar ik had jullie voorbereiding hier met het idee van de Jungle Joy, met de mango en de passievrucht. Ik vind dat heel goed klinken gewoon. Dat echt heel, heel tof klinken als pairing. Nou, wel, zondagavond heb ik het er nog eens bijgenomen, omdat gewoon, voor mij, in mijn smaak, werkt het echt fantastisch. Ja, snap het wel, ja, absoluut, absoluut. De pastis is weg, zegt Sean, dus dat is goed dat we aan het einde van de avond... And there was much rejoicing. Ja, dus, maar het klopt, hè. Het is, en ik denk ook dat die pairing met die Jungle Joy, met dat fruit bijvoorbeeld, dat de combinatie is met die gerookte ham en dat hier, die meatiness dat je zegt, dat eigenlijk is wat het doet werken. Dus, ja, IPA, dus Jungle Joy is ook een IPA, maar dan meer het richting het fruitige. Ja. Smoked pineapple, oké, ja. Ja, dat wil ik. Ja, dat klinkt fantastisch. Persoonlijk Jungle Bird riffs ook. Hè. Campari, ananas, limoen, suiker en dan normaal basis van rum, maar gewoon zo'n tikkeltje, smijt daar wat peated whisky tegen. Of maak dan volledig whisky, neem de split van bijvoorbeeld dan Nomad en Big Pete of zo. Ook heel leuk. En dat is inderdaad die ananas die daar tegen ligt. En je legt er gewoon zo wat bitterheid, slade daar ook nog een keer tegenaan. Ja. Ja, Charles zit inderdaad. Jungle Bird, ja. En ook die, wat dat Binder boven zegt, die Juice Punch van Frontaal. Dat zijn ook heel toffe dingen uit Breda. Heel fruitige bieren ook. Dus ja, zeker. Ja. Hè? Dus dat soort ding dat ik denk dat goed gaat werken. Ja, en die combinatie met ananas moet je ook niet automatisch letterlijk zien. Peated whisky en Jamaican rum. Liefst unaged nog. Is ook geniaal. Zo lekker funky. Dat je zo echt die twee soorten vuiligheid, die mekander op een fantastische manier balanceren. Dat is een prachtige eigenlijk om op te eindigen. Hè. We eindigen met, we raden aan om twee soorten vuiligheid te combineren. Dat is eigenlijk wat Bram Raas officieel nu gezegd heeft. Ik snap het wel helemaal wat je zegt. I like vuiligheid, voilà, Tim is helemaal mee. In de meteoriet op Isla ook neergekomen en is er daar wat grond. Er is een klein stukje turf op Isla heeft meteoriet invloed gekregen. Ja. De prijzen van de laatste drie ga ik jullie nog meegeven. Dus de Amaro zit rond de 20, 21 euro ongeveer. Dan hadden we de Nectar Peaks. 15, 16 euro hadden zo'n fles vinden. Ik vind dat waanzinnig eigenlijk dat je voor zo'n prijs zo'n fles kunt vinden. En Big Pete zit rond de 57, 58 euro. Ga je dat vinden? Dus, voilà. Een dame was laatst. Ja, ik zag gechoqueerd en dat vind ik interessant. Een dame was laatst gechoqueerd omdat ik in de Hamden Rum Diesel herkende. Dat wou ze niet horen, al was die wel lekker. Ja. Dan moet je ze zeker een keer een goede Duitse Riesling laten proeven die naar petroleum ruikt. Dus, dan zijn we er helemaal. Dus, heren en aanwezigen, ik denk dat we stilletjes aan gaan afsluiten. Ik ga nog een paar praktische dingen meegeven. Als er nog vragen zijn in de chat, gooit ze er nu in. Dan ga ik misschien nog even kijken of we er nog iets kunnen aan beantwoorden. Puur praktisch gezien, ik ga nog even terug de PowerPoint erbij halen. Ik kan nog een paar dingen laten zien die belangrijk zijn. Die hadden we gezien. Dit was part 1 van de masterclasses voor bartenders. Er komen nog part 2 en part 3. Op
5 april en op 19 april met dezelfde twee heren die er gaan bij zijn. Dus ik kijk daar nu al enorm naar uit. Schrijf u alsjeblieft snel in dat je er zeker bij bent. We gaan dat uiteraard met andere dranken doen. Die dagen, dat gaan niet met dezelfde dranken zijn. We gaan telkens 7 nieuwe dranken aan jullie bezorgen daarvoor. Maar dat wordt zeker en vast tof. Zoals ik in het begin van de sessie zei, het is een hele reeks tastings die gepland worden online. Dit was de eerste op 22 maart, zie je hierboven. Maar er komen er dus een hele reeks aan met whisky, bourbon, sherry. Dylan, het gaat over sherry gaan. Nog rum, de nieuwe dingen van Douglas Lang worden gepresenteerd. Dingen van Angus Dundee, echt cognac versus armagnac. Een hele reeks heel toffe tastings waar je voor kan inschrijven. Alles te vinden op de Facebookpagina van Sinoco Spirits. Als je daar nog geen fan van was, moet je dat zeker nu gaan doen en je daarvoor inschrijven. De helft ervan ben ik erbij. Dat kan ik niet uitsluiten dat je mij terug gaat zien. Maar zeker een hele toffe reeks tastings die gepland worden. En dan heb ik nog een klein dingetje. Matthias heeft al een paar keer gezegd dat hij zenuwachtig is voor morgen. Dat gaat hierover. Het is de Tio Pepe Challenge. Het is een wedstrijd voor bartenders wereldwijd. Waar een van de eerste manches morgen gespeeld wordt. En dat is tussen Matthias en Daniel Selby van de Conout Bar. En het idee is dat zij een cocktail gaan maken. En dat Matthias doorgaat. Dat is eigenlijk het idee. En daarvoor hebben wij jullie stemmen nodig. Dus Arthur, kan je dat ook live volgen? Ja. Vertelde jij het even, Matthias. Dat is heel eenvoudig. Hè. Morgenavond om 5 uur lokale tijd moet ik tegen Daniel 2 dingen doen. Namelijk een sherry quizje. Heel basic. Ik weet niet hoe moeilijk dat de vragen gaan zijn of wat dan ook. En daarna allebei onze cocktail presenteren. We moeten een highball maken op basis van Fino voor de eerste ronde. Maar de voting wordt gedaan op basis van stemmen. Na de live sessie zal er op Tio Pepe Wine, de Instagram-kanaal, een foto verschijnen van onze twee drankjes. En daar moet je een hashtag reageren als comment. Hashtag Tio Pepe BE is stemmen voor mij. Ik ga niet zeggen wat stemmen is voor de Engelse tegenstander, maar ik denk dat het is een beetje logisch. Maar, yes. Dat is ook, zeg, ook hashtag Tio Pepe BE. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat de voor de eerste ronde het puur op stemmen gaat. Dus hoe meer stemmen dat ik heb, hoe meer kans dat ik maak dat ik win tegen Daniel, die werkt voor wat in 2020 de best bar in the world bekroond geweest is. Dus ja, en we hebben 24 uur om stemmen te vergaren. Dus vanaf, laat ons zeggen, morgenavond 6 uur. Tot woensdagavond, 5-6 uur, zal die stemming openstaan. Het is 1 stem per persoon ook. Dus je moet niet beginnen spammen en 20-30 stemmen uitbrengen. Dat maakt niks uit. Maar mocht je het zelf ook kunnen delen, mocht je andere mensen kunnen aansporen om te zeggen van hashtag TioPPBE op die foto, op TioPPWine, dan is het mega geapprecieerd. Want het zal spannend worden. Voilà. En sowieso ook gewoon tof om te kijken morgen om 5 uur. Want je kunt alles live volgen. Hè. Dus, en dan de volgende ronde gaan we dan ook volgen, Matthias. Dat is dan binnen 2 weken als we onze volgende sessie doen. Ik denk dat dan zul jij gewoon in de volgende ronde moeten spelen. Hè. Dus, You jinx it! Voilà. Dat was nog even wat we zeker wilden meegeven. Ik ga nog heel snel kijken in de chat of dat daar nog iets is. Favorietjes van de avond. De sherry wordt hier genoemd. Heel sherry, hè? Dylan vindt de pasties nog erger dan hij vermoedde. Dylan heeft de sherry al gedeeld in de... er is een sherry aficionados groep, Belgische sherry liefhebbers op Facebook. Dus als je dat tof vindt, zeker even gaan volgen. Vragen, maar dank voor alle wijsheid. Voilà, kijk, dat zal dan van de twee heren gekomen zijn. De sherry was de favoriet. Ja, oké. Dan denk ik dat we de tasting hier gaan afsluiten. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor de aanwezigheid. Ik wil vooral Matthias en Bram bedanken voor hun tijd en voor hun wijsheid. En inspiratie vooral. Dankjewel, heren. Sinoco, merci om het alles te organiseren.
Wij sturen een mailtje met de recepten, hè? Ja, stuurt ze maar naar mij. Ik zal ze wel verwerken in een mailtje en dan stuur ik het naar iedereen door. Zo snel als ik alles heb. Dankjewel, heren. Ik weet niet of er dames bij waren eigenlijk. Ik heb niet allemaal foto's gezien. Dankjewel, iedereen. En dan sluit ik af voor de love en voor de lovers of spirits. Dus tot de volgende keer. Yo. Bye.